Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier op de Belkrum Beach en het is het vervolg, de derde keer al, dat we Dick Benaar gaan volgen in zijn project Silly Walk Zebrapad. Dick, kun jij eventjes vertellen wat dat eigenlijk inhoudt voor degenen die het nog niet weten? Ja, het gaat eigenlijk om dat er in Breda een zebrapad of een route moet komen waar men, als ze dat leuk vinden, Silly Walks zouden kunnen gaan doen. Pas bij Breda vind ik, ludiek, knipoog. Humor, verder geen betekenis erachter, dat is gewoon omdat het leuk is. Maar omdat Breda zich heel erg manifesteren is nu, had ik het idee dat het wel binnen het karakter van Breda paste. Nu is dit een ontmoeting met een creatieve projectgroep, want je bent eerder al bij de gemeente geweest. En die hebben nu een groep samengesteld, heb ik begrepen. Lisette Spee, jij bent daarbij betrokken of misschien wel verantwoordelijk voor die groep. Ja, nou, eigenlijk... Wij hadden gewoon onze algemene ledenvergadering van onze vereniging, City of Imagineers. Toevallig hier. Dus ik zei, ik kende die hele Dick niet. Maar we waren gekoppeld via de mail en hij wilde iets weten van creativiteit koppelen. Citywalks, help me eens meedenken. Toen dacht ik, ja, meedenken. Ik zei, dat kost geld. Maar als je dat gratis wil doen, dan moet je naar een plek komen waar wij samen komen. En dat was toevallig bij onze algemene ledenvergadering. Dus wij staan hier nou allemaal te borrelen. En ik denk dat als je er een paar biertjes in gooit, dat iedereen gratis mee gaat denken. Maar dat eigenlijk zover, ja, zover verder dan dat waren we nog niet gekomen. Dus ik zie hem echt voor het eerst. De hele avond gaan we hier natuurlijk niet op wachten, dat begrijpt u. We gaan het volgen en u krijgt de uitslag zeer binnenkort te zien op Breda Nu. Van het idee om een zebrapad in de stad te laten aanleggen waar mensen met gekke loopjes overheen mogen lopen? Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat mensen gewoon uitgedaagd worden om gewoon even gek te doen, even anders te doen. En als je daar gewoon een vast ding voor hebt die mensen mensen in beweging brengt, hartstikke leuk. Dus je zit ook in die groep waarschijnlijk waar nu gespart wordt over hoe en waar? Nog niet, maar daar wil ik graag aan meewerken. Oké. Succes! Dankjewel, jullie veel succes. Kersverse nachtburgemeester van Breda. Kun je je even voorstellen, of voorstellen hoeft eigenlijk niet meer, maar je naam even zeggen. Ja, mijn naam is Ralf Behouden, nachtburgemeester Breda. En we staan hier met Dick. Ja. En mijn vraag aan jou is, want ik mag wel tutoyeren denk ik. Zeker. Wat vind je van het plan? Ja, het plan vind ik leuk. Weet je, het is altijd goed als er in Breda iets nieuws wordt gedaan. Ik ben daar helemaal voor. Nieuwe ontwikkelingen, dingen die vreugde brengen in al een hele leuke stad. En dingen met een knipoog, dat is iets wat Breda wel kan omarmen. Heb je in gedachten een plaats waar die zou kunnen komen te liggen? Nou, ik ben natuurlijk al een beetje bevooroordeeld omdat ik natuurlijk al dingen heb gehoord. Dus de logische stap is het station, hè, de inloop in de stad. En dan heb je natuurlijk een mooie aanloop met een knipoogje. En dan kan iedereen voor kiezen op welke manier dat hij het zebrapad doorkruist. Je gaat er gebruik van maken ook? Ik weet het niet. Ik denk dat ik 's nachts al hele rare loopjes heb. Kunnen we wel een keertje filmen, toch? Ja. Oké, dankjewel. Heb jij nog iets te zeggen, Dick? Op dit moment rest mij niets anders dan mij volledig aan te sluiten bij de mening van de nachtburgemeester. Oké, dank jullie wel.